voor de 100ste keer, mevrouw de Blok. Ik heb geen contact gehad met Ties op de dag dat hij werd vermoord. Niet gebeld, niet geappt, niks. Oké, andere vraag. Waarom heb jij een prepaid-telefoon? Hoe kom je hier aan? Heb je dit serieus van mijn bureau gepakt? Dat mag niet zomaar, hè? Gaan we het nu hebben of ik mijn werk wel goed doe? Of gaan we gewoon antwoord geven op de vraag? Waarom heb jij een prepaid-telefoon? Als ik contact heb met een journalist, wil ik niet dat ze mijn echte nummer hebben. Vandaar dat ik een prepaid-telefoon heb. Dit nummer heeft gebeld 2 uur voordat Ties werd vermoord. Dat moet dan iemand anders zijn geweest. En waar ligt jouw prepaid-telefoon normaal gesproken altijd? Op het bureau, ergens in de la, dat moet jij wel weten, toch? Dus jij beweert dat een van jouw collega's contact heeft gehad met Ties? Ja, dat is knap lastig, want dan moeten we ze natuurlijk allemaal verhoren. Met wie zullen we beginnen, denk je? Ligt dat aan mij? Of praat je zo zachtjes? Namen! Kom. Zijn we de laatste? Stephanie is er, Steven is er, Milo is er, jij bent er. We wachten alleen nog op Rami, maar het is 2 voor 3, dus zij kan er ieder moment zijn. Dat hij er nog niet is, betekent toch dat hij zijn verantwoordelijkheid niet neemt? Ja, het gaat om onze veiligheid, hè? 3 uur is 3 uur. Als hij er zo niet is, dan gaan we gewoon. Ja, staat genoteerd. En Tim Sanders dan? En Thomas Brok? Zij zijn toch ook bedreigd? Zij kiezen ervoor om zelf onder te duiken. En we kunnen ze niet verplichten, maar het is onder strikte voorwaarden van de politie. Dat is raar. Oké, ik heb contact gehad met Ties. Maar dat dat 2 uurtjes was voordat hij werd vermoord, dat is puur toeval. Oh, toeval. Die heb ik eerder gehoord. Kijk, ik weet natuurlijk niet waar dat gesprek over ging. Maar wat ik wel weet, hij vond jou in ieder geval een enorme eikel. Waarom belde je niet gewoon met je eigen telefoon? Die lag thuis. Aan de oplader. Waarom belde je met Ties? Hij was boos op me. En dat wilde ik rechtzetten. Oh, waarom was hij boos? Nou, kom op zeg. Normaal in de studio heb je altijd veel meer tekst. Waarom was hij boos op je? We hadden een dag van tevoren een screentest. Een soort van auditie voor een internetbedrijf. En daarvoor moest je een tekst uit je hoofd leren. Hier kun je je voorbereiden op je screentest. En dit is jouw tekst. Je hebt 20 minuten om je voor te bereiden. En daarna mag je het op camera doen. Is goed. Koffie? Chocomel, alsjeblieft. Ja. Ties Gransier. Alsjeblieft. Yes, dankjewel. Succes. Dankjewel. Het was gewoon een uit de hand gelopen grap. En ik dacht dat de productie hem tijdens een screentest wel de juiste teksten zou geven, maar... Dat is niet gebeurd. En Ties pakt er ook niks van en hij is het uiteindelijk ook niet geworden. Wie wel? Dat maakt niet uit, toch? Wie wel? Ik ben het uiteindelijk geworden. Aha. Dat was dus eigenlijk geen grapje, hè? Nee. En ik was bang dat Ties dat ook zou denken, dus... Dat wilde ik dus aan hem uitleggen. Ties. Hé, hey, Ties, schapje. Met Hamza. Ach, jij? Maar hoezo bel je met een onbekend nummer? Je had wel door dat ik niet op zou nemen, hè? Ik hoef jou niet te spreken, gast. Oké. Ik kan het aan je uitleggen. Je hebt me een enorme klote streek geleverd. Ik stond helemaal van gek. Uiteindelijk heb je wel de juiste teksten gekregen, toch? Ik had ook maar 5 minuten. Het was 1 groot gedoe allemaal. Ik kwam er gewoon niet uit. En dat kwam allemaal dankzij jou. Oké, Ties. Je moet het niet zo zwaar nemen. Ja, doei, eikel. Het was gewoon een uit... Nee, maar ik wilde hem serieus nog terugbellen, hè. Maar ik dacht, misschien is het beter om het even te laten rusten. Was je bang dat hij naar de opdrachtgever zou gaan? Naar dat internetbedrijf? Dat hij jou zou verraden? Nee, die zou dat niet doen. Ja? Zijn jullie nog niet vertrokken? Maar het is 3:15. Rami is er niet en we kunnen hem niet te pakken krijgen. Ja, hij komt niet, laten we gewoon gaan. Kom op. De anderen worden ongeduldig en ze willen gaan. Ja, natuurlijk, dan ga je Rami zoeken. Nu? Met de hele bus, want ik weet niet of ze dat willen. Ik kan het vragen. Nee, natuurlijk niet. Die chauffeur die brengt haar naar het safehuis. En als jij Rami gevonden hebt, dan breng jij Rami daar ook naartoe. Het is alleen belangrijk dat het gebeurt onder protocol 642, artikel 34a. Wat kost... Wat? Ja, nou, zoek dat maar op. Het is alleen heel erg belangrijk dat jullie niet achtervolgd worden. Oké. Ik moet verder. En we prutsen het niet.
Yes. Ben je nou klaar met bellen? Kom op. Waarom loog jij hierover? Waarom heb je niet meteen gezegd dat je Matthijs hebt gebeld? Omdat ik dacht dat het niet in belang was voor het onderzoek. Niet in het belang van het onderzoek? Vlak voordat Matthijs vermoord werd, heb je een enorme streek geleverd. Hoezo bedoel je niet in belang? Ik weet dat je me gelijk zou verdenken als ik het zou vertellen. En ik weet dat ik niks met die moord te maken heb. Oh, maar je hebt anders wel een heel ijzersterk motief. Twee zelfs. Twee? Ja, Matthijs zou jou verraden bij de opdrachtgever en dan zou jij je mooie lucratieve klusje kwijt zijn. En ten tweede, die moorden. Die kwamen jou zo goed uit. Hoezo? De hoogste kijkcijfers ooit. Misschien heb jij dit allemaal wel in scène gezet, zodat politiealert enorm zou gaan scoren. Weet je wat ik denk? Dat jij in die ochtend, 's ochtends vroeg naar Amsterdam bent gegaan, naar Matthijs. Ik ben lekker in mijn huis en hij komt eraan. Ik heb uw adres nodig, anders kan ik u niet helpen. En hij refereert aan dat gesprek wat jullie 's ochtends gehad hebben. Ben jij het? Wat wil je nou bespreken dan? Jij vermoordt hem. Twee vliegen in één klap. Mevrouw de Blok, ik snap dat u dit denkt, maar het is echt niet zo. Hoe kan ik dit aan u bewijzen? Luister, politiealert gaat zo meteen beginnen. En als jij er niet bent, dan gaan mensen speculeren. En dat is zeker niet in het belang van het onderzoek. Dus ik stel voor dat jij zo meteen onder begeleiding meegaat naar de studio. De uitzending moet gewoon doorgaan. Daar gaan we weer. Talentenjacht. Welke prijs? Tweede prijs. En wat vindt mama van de tweede prijs? Nou, wie tweede wordt, is de eerste verliezer. Dat vindt mama ervan. En wat vindt mama van verliezers? Kijk maar. Wat vindt mama van verliezers? Nou? Nee, ik wil je niet eens zien. Ik kan je niet eens aankijken. Bah! Yes, dankjewel. Lief. Ik moet er wel voor zorgen dat je niet kan weglopen. Wat wil je doen? Handboeien om? Wat denk je dat de kijkers daarvan vinden? Ja, serieus? Ja, serieus. Rami, waar was je nou? We hebben zo lang op je zitten wachten. Ja, sorry. Door een stroomstoring liep mijn klok een uur achter en mijn telefoon was leeg. Dus toen ik erachter kwam, kon ik ook niet bellen. Oké, maakt niet uit, maakt niet uit. Maar we kunnen door dit nu niet in één keer door naar Safe House. Ja, we moeten heel voorzichtig zijn dat we niet achtervolgd worden. Dus we gaan onderweg één keer van auto verwisselen en jij gaat één keer van gedaante verwisselen. Gedaante verwisselen? Ja. Welkom bij Politie Alert. Het programma waarbij jij de politie gaat helpen om misdaden te bestrijden. Regisseur, we beginnen uiteraard met de vismoordzaken. Wat zijn de laatste stand van zaken? Ja, er is eigenlijk vrij weinig nieuws te melden. Het onderzoek van de dader loopt namelijk nog volop. En op social media heeft hij of zij wel meer van zich laten horen. Namelijk Han Wei Chang heeft een visteken gekregen en hij is gelijk onder politiebescherming geplaatst. En heeft u al een verdachte in het vizier? Ja, ik zou het heel graag willen vertellen, maar in het belang van het onderzoek is het beter om daarover te zwijgen. En in de podcast van Thorn de Vries heeft de moordenaar weer een fragment laten horen. Kort fragment. Thorn, stop met je vallen. Begin aan je te hechten. Er is niemand die zoveel met me bezig is als jij. Jouw belangstelling doet me echt goed. Aangezien ik niet direct vragen heb aan het publiek naar aanleiding van deze podcast, wil ik graag verder gaan en er geen woorden aan vuil maken. Duidelijk. Deze podcast van Thorn staat op www.z.nl/politiealert. Dan kun je het in zijn geheel terug horen. Nou, moedig de kijker dan ook niet aan om ernaar te luisteren. Dat is onnodig aandacht vragen voor de moordenaar. Zoals ik al zei, www.z.nl/politiealert. Tot zover onze berichtgeving over de vismoorden. We gaan door met het volgende onderwerp. Phishing via bankieren-app. Veel jongeren krijgen hiermee te maken. Wij stappen hier over op een andere auto. Ik heb hier een tas met kleding en een pruik. Jij gaat die bosjes in. Jij trekt je eigen kleding uit. Jij trekt deze kleding aan. Je doet die pruik op. Je doet je eigen kleding in de tas. Jij komt weer terug. Ik sta hier in een grijze auto. Dan rijden we meteen weg. Wat een gedoe allemaal. Ja, Rami. Wat een gedoe allemaal. Door wie komt dat ook alweer?
Sorry. Die vragen om geld. Onder volwassenen was dit fenomeen al een tijd bekend. Je krijgt een appje van een onbekend nummer. Daarin wordt beweerd dat het een goede bekend van je is en een nieuw nummer heeft. En dat hij of zij geld nodig heeft. Vaak gaat het om bedragen van duizenden euro's. Hier trappen veel mensen in, toch? Ja, dat klopt. Die appjes die zijn zo opgesteld dat er een persoonlijke touch in zit, zodat je gaat denken dat je echt met die persoon te maken hebt. En waarom behandelen wij dit? Ja, omdat we zien dat ook steeds meer kinderen hier slachtoffer van worden. Hey. Eindelijk. Weet je zeker dat je niet achtervolgd bent, want dat brengt ons allemaal in gevaar, hè? Nee, geen zorgen. Het is allemaal verlopen via protocol 642, artikel 34a. Oké. Pardon? Ja, je bent agent of je bent het niet. Doe deze ook maar bij. Ja. Hier, maak een foto voor de gram. Oh, pup, dat lijkt me even geen goed idee. Beter dat jullie even volledig van de radar zijn de komende dagen. Jongens, het is nu sowieso geen tijd voor grappen, hè? Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Oh ja, Stef, het komt al goed, ja? We zitten hier veilig. Ze gaan ons echt niet vinden hier. En jullie thuis, alles valt na te lezen op www.zep.nl/politiealert. Tot de volgende keer. Dag. En we zijn online. Hierbij word je aangehouden op de verdenking van de moord op Thies Granzier. Ja, serieus? Je kon het niet doen voor de uitzending? Nee, want je staat onder arrest. En als je onder arrest staat, mag je het huis van bewaring niet verlaten. En al helemaal geen programma presenteren. Dus ik moest deze show wel afwachten. U denkt serieus dat ik dit heb gedaan voor de kijkcijfers? Oh nee, niet alleen dat. Ook omdat hij bang was dat Thies je zou verraden vanwege die screentest. En al die anderen dan? Jade? Ja. Quinty? Dat ga je me later nog vertellen. Kijk. Wat hebben we hier? Een pen met een vis. Deze is van jou. Ja. Waarom een vis? Van mijn nichtje gekregen. En zij heeft hem van een aquarium. Puur toeval. Je weet hoe we denken bij de politie over toeval, hè? Ik zal je baas bellen en ik zal zeggen dat we een nieuwe presentator nodig hebben voor het programma. En het onderwerp is al bekend. Ga je daar nou maar een nachtje over slapen en spreek je morgenochtend. Als we in een so-called safe house zijn we niet veilig. Hoe wist de moordenaar dat we hier waren dan? Misschien omdat de moordenaar hier aan tafel zit. Wil je de spannende podcast van Thorn volgen? Ga dan naar zapdetective.nl. Als je durft tenminste.